Welkom bij Alwin en Roland. Welkom in het beste studentenstad van Nederland. Welkom in Groningen. En de vraag van vandaag die luidt: hoe fix je chicks het best op stap? En dat gaan we horen. Nou, als dit geen goede intro is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, dat is goed, hè? Fantastisch. Ja, mooi. Hij loopt, jongens, het is ijskoud, hè? Ja, het is echt best wel. Dat is de vraag niet, maar het zal wel. Hé, we zijn natuurlijk in Groningen, studentenstad. Ja, zeker. Ja, dan denk ik, hoe scoor je nou het beste vriendinnetje hier? Oh, dan moet jij. Waar is Jurien? Jurien! Ja, daar is hij. Kom maar, Jurien. Nou, je hebt de vraag ongetwijfeld gehoord. Hoe scoor je het beste vriendinnetje hier? Ik ben Thijs Edekamp, kom uit Zwolle en ik stuur je nog. Okay, ja, Zwolle, Eredivisie gaan helemaal goed. Maar vandaag gaat het niet over voetbal, het gaat over vrouwen. Okay. Hoe zie jij vrouwen, beste vriend? Ja, ik ben er niet zo goed. Ik wacht meestal gewoon af. Ik ben met de maat en als ze naar me toe komen, dan is het raak. En anders dan, laat ze maar gaan. Ja, ik hoef niet te veel de moeite te doen. Ik wacht gewoon af. Eerst een paar biertjes drinken. En daarna komt het eigenlijk wel vanzelf. Maar wat is dat dan? Is dat gewoon hoe jij bent of een beetje gewoon losgaan of grijpen? Nou, nu horen we de details. Nee. Grijpt hij dan gewoon? Jongens, even details. Hij grijpt een beetje vinger dan? Nee. Nee, joh, jezus, serieus? Nee. Oh, ik dacht al, want dan zou ik wel heel graag met jullie omgaan. Ja, luister, ik ben gewoon met de maten en ik ga gewoon rustig lekker zippen. En weet je, ik ben gewoon single. Ik denk gewoon, ik ben er met de maten uit. En als vrouwen willen, dan gaan we gewoon mee. En anders, ja, jammer dan. En anders dan, ja, doen je vrienden, ja, je weet wel wat. Of is dat no-go? Ja, vrienden van mij, die gaan wel er helemaal voor. Maar ik denk, ja... Hij snapt nu wat ik bedoel. Nee. Je vrienden gaan, ja, nee, dat kan niet op YouTube. Nee, ik kan niet op YouTube, jij. Jongens, wie aanzicht zegt B? Nou. Nee. Nou, pak hem vast en leg het uit. Hoe je een vriendin regelt, ja, was de vraag. Maar. Dus je zou nooit zelf actie ondernemen? Nee, ik ben niet zo van die shit van helemaal moeite doen en zo. Ben ik niet van, man. Lukt het allemaal? Krijg je ook betaald hiervoor? Ja, of, ja, ja echt serieus. Anders zou ik je niet staan. RTV Noord, of wat? Nee, nee, we hebben ons eigen YouTube-kanaal. Maar hoe scoor je nou best een chickie? YouTube-kanaal? Ja. Echt? Ja, onder welke naam? Ja, dat zal ik je zo laten zien, maar wil je even op de vraag antwoorden? Hoe scoor je best een vriendinnetje? Stel je neukt 2 maanden niet, wat doe je dan? 2 mannen? 2 maanden. Yo, praat ik zo slecht, Alwin? Gaat het zo slecht? Ja, ik dacht dat je oprecht dat je mannen zijn. Nee, 2 maanden. 2 maanden, ja. Dan probeer ik wel iets meer. Maar ja, meestal wacht gewoon... Wat dan bij 6 maanden? Probeer je dan wel gewoon je best? Of hoe moet ik het allemaal zien, man? Heel veel drank en goed je best doen. Oké. Okay. Nou, dat hou ik erbij. Ja, fantastisch, we weten het. Nee, fantastisch. Kijk, ik wacht gewoon rustig af en meestal komen ze vanzelf wel, toch? Ja, snap je. Het is een primeur op ons kanaal dat wij met 2 een interview doen, ouwe. En hoe voelt dat? Dit is onbeschrijfelijk. Dit is nog nooit gebeurd. Dus ik vind het leuk. Hoeveel ik wil 25.000. Oké, ja. Meisje, even wachten alsjeblieft. Hoi. 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 Hoi, jongens. Hoi. Hoi. Jongens, de vraag is hoe fix je nou beste meid? Ja. Nou, ik kan het beter aan jou vragen, denk ik. Ja, ga er voorbij staan. Kijk, weet je wat het is? Nou, ik laat me fixen. Weet je wat het is? Als ik bijvoorbeeld in de club sta, ik ben niet echt op zoek. Maar dan is het zo van, als een meid... gewoon een paar mooie dansmoves. Nee, maar weet je, als een meid mij aankijkt, dan is het zo van... Ja, kom maar, weet je wel. Dus hoe fix je nou het beste gewoon een vriendinnetje? Of een meid, of een milf? Dat moet bij jou zijn. Een milf, een milf zelfs. Ja, ja. Kan ook. Ja, joh. Is dat gebeurd? Nee. Dat gebeurt, hè? Zeker. Oeh, 5. Ah, joh. Oh, jezus, godverdomme, hele kindercrash. Zeker. Ik ben niet op zoek of zo, het maakt mij niet uit. En dan denk jij van, als ze komen dan wel? Ja. Nee, het maakt mij niet uit. Ook al komen ze niet, maakt mij echt niet uit. Maar als ze gewoon gezellig zijn en ze zien er goed uit, maakt mij echt niet uit. Dat vind ik een goede tactiek. Je moet sowieso eens oogcontact hebben met een meisje. Ja, dat vind ik ook. Ja. Bijvoorbeeld, stel, je hebt oogcontact met een meisje voor jullie beiden en je denkt van, ik zou toch een keer willen zoenen. Hoe ga je dan van praten naar zoenen toe? Nou, je praat gewoon zeg maar, met die meid en dan denk je zo van, oké, ik ga ervoor en dan... Begin je een gesprek en dan ga je er gewoon voor en dan denk je van oké, fuck it. Ja, fuck it. Je moet gewoon lekker jezelf zijn, gewoon goede praatjes hebben, komt alles goed. Eens, maar moet je dan ook drank betalen vind jij of vind je dat hoeft allemaal niet? Ah joh, nee natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Nee, met goede praatjes, je goed uiterlijk, dan maakt het allemaal niet uit. Oké. Okay. Maar weet je, als het gebeurt, dan gebeurt het. En voor de rest maakt het mij niet uit. Wat een vaste vent is dit, hè? Godverdomme, ik wou dat ik zo was. Ik ben helaas zo niet. Nee, ja. Hij zegt gewoon nee, hij kent me niet eens. Godverdomme, heerlijk. Vlaat de vriendinnetje? Nee, net niet meer. Oh, ben je gedumpt? Nee, zeker niet. Zelf. Jij hebt zij gedaan? Ja, zeker. Fuck haar. Hoe heet ze? Chantal. Oh, zo'n lekker naam. Nee, zeker niet ook. Oh. Liefde grote mond, jongens. Thomas, kom er even in, man. Nee, Thomas. Ja, jongens, het is altijd chaos in Groningen. Het is chaos in Groningen. Ja, drankje helpt meestal wel, hè? Gewoon even ja, dat denk, ja, precies. Een beetje NMA erin.
Ze gewoon strak staan. Ja, 3 keer 9 GHB. Hutsuké. Godverdomme, gewoon drie keer in bier. Een maat van mij, die staat namelijk links van jou. Oh, ja, die staat hier achter de kamer. Dus Thomas heet die. Oh, en draai hem even snel om. Thomas. Oké, ja, maar maakt niet uit. Ook ga Thomas, verder. Maar ook deze jongen die hier links van jou staat, die versiert regelmatig meiden. En hij weet wel hoe hij het precies moet doen. Maar wat vind jij er eigenlijk van? Nou, ik vind gewoon, ja, dat vind ik een heel mooie vraag. Zou jij me even, ja, toch? Neem ja, het nee. Over in het ja, nee, natuurlijk. Oké, okay, nou ja, oké. Okay. Ga maar. Het is chaos. Een milf, hoe zou jij haar regelen? Heel eerlijk, de laatste tijd, ik ga niet super goed. Ik sta al een tijdje droog, ben ik heel eerlijk in. Nou, ik zou dus beginnen over de kinderen. Gewoon even gewoon heel aardig beginnen over de kinderen. Hoe gaat het met je kids? En dan gewoon even vragen, ben je al een keer naar bed geweest? En als je dan een beetje eenzaam voelt, dan ga je gewoon erin. En het is waarin? Vaak je gelukt. Waarin dan? Nou ja, dat mag jij invullen. Oké. Maar meestal in een gaatje. In een gaatje, oké. Waar ligt dat dan aan? Moet je misschien even naar de kapper gaan? Ja, of? Oprecht, mijn kapper. Ik weet niet, hè? Het ziet er goed uit, maar... Ik ben het met je eens, maar ik moet misschien even naar de kapper. We hebben gewoon die Playboys van Groningen leren kennen, hoe dan ook. Ze hebben net de intro gedaan, fantastisch. Hé, hey, ik begin bij jou. Hoe vind jij chicks, man? Vertel. Nou, dat hangt even van de avond af. Ik ga altijd voor deze, hè? Dus altijd. Oh, daar komt-ie. Je pakt ze zo bij de hand, zo. En dan zeg ik altijd, ben je Jamaicaans? Jamaicaans? Are you Jamaican? Want je kan gewoon een internationale stad, hè? Zal deze man slim houden? Ja. En zeggen ze Jamaican, waarom? Because Jamaican me crazy. God, ik vind het eigenlijk zo slecht dat hij gewoon goed wordt eigenlijk. Het is gewoon de laatste tijd, ja, ik weet niet, ik doe niet zoveel. Misschien is het ook een beetje zoals voetbal, dat je af en toe een beetje uit vorm bent. Kan gewoon, maar, hè? Weet je, de kunst is gewoon om jezelf te blijven. Gewoon kopje scherp te houden. Weet je? Dit klinkt heel professioneel, kopje scherp houden, maar oké. Je kan wel allemaal leuke tactiekjes gaan toepassen, zo, maar dat werkt niet, man. Je moet gewoon lekker jezelf blijven, leuk zijn, lekker grappig zijn. Als jij dat zo doet, doet je maatje dan ook dat? Want dat is jouw broer, hoorde ik net, hè? Ja. Doet hij dat ook of dat niet? Ja, hij pikt ze meestal van mij, hoor. Verdomme, hey, Daan, hey. Ken zijn naam, jongen. Zo, dat zijn de echte floris. Maar vertel, jij mag hem vastpakken en zeggen, hoe fix je nou chicks, man? Ja, gewoon naartoe gaan, gewoon heen gaan, gewoon zeggen van, hey. En dan, ja. Groningen is er genoeg chicks. Je komt er vanzelf uit. Ik bedoel maar jongens, Groningen is de studentenstad. Ja precies, ja, het is gewoon makkelijk. En dan moet ik nog naar de toyboy gaan, hè. Ja, als jouw vrienden dit zeggen, die mooie antwoorden, ja, dan verwacht ik van jou wel het meeste antwoord. Oh ja, de toyboy is wel lastig. Ja, ik heb al een poosje... Ben je een fuckboy? Ja, nee, valt wel een beetje... Neukt die veel? Nee, ik heb al een poosje vriendin, dus dat... Hoe heet ze? Jildau heet ze. Jildau, hoi. Jildau. Ja, nee, echt. Even, hoi. Ja. Geweldige meid. Ja, hoi. Jongens, we moeten geen tweestrijd hebben. Dus om af te sluiten, kort en bondig, gewoon jezelf zijn, toch? Het is wel het belangrijkste, daar reageer je het meeste mee. Wees jezelf, maar ook wel een beetje, bijt je er wel een beetje in vast. Gewoon een beetje. Dat vind ik heel mooi. Beetje erin vast bijten, geef niet zomaar op. Dat is wel een tipje die ik gewoon iedereen wel mee wil geven, man. Maar jongens, even wat dichter bij elkaar. Dan ga ik je één stelling geven. Drank kopen voor dames, om gewoon helemaal geld te worden en dronken te voeren. Is dat de no-go zone of denk je van, ach, dat kan wel een keer? Kruis, recht, links, links. Kruis, recht, links, links. Rechts, maar oké. Hele beenbeweging, fantastisch jongens, ik vind het heerlijk. Okay, het moet geen dansvideo worden, maar het was heel leuk jongens. Ja eens, stop eens. Het is namelijk heel zonde als je heel leuk met een meid aan het praten is dat ze naar huis gaat. En gewoon lekker, gewoon... Oh, hoe kom je dat dan? Nee, gewoon lekker een biertje halen, aan de praat blijven. Als de glas bijna leeg is, haal je gewoon een biertje en je blijft een beetje aan de praat. Mooi man. Ben je daarmee eens? Helemaal vol gieten. Ja, nee. Kan niks meer zeggen. Ik hou van deze gasten, die gaan nooit meer weg in Groningen, heerlijk. Zijn hoe versieren jullie dames, chicks, jongens, maakt allemaal niet uit, zeg maar gewoon. Nou ja, jongens. Eén voor één alsjeblieft, jongens. We beginnen rechts. Jongens, sowieso gewoon een kusje. We beginnen rechts. Nou, je moet gewoon heel leuk kijken naar dames. En dat is het allerbelangrijkste. Geef die blik even, man. Helemaal niks doen. Geef die blik. Ik kan die blik niet geven, want het is een jongen. Het moet eerst de dames zijn, hè. Ik denk toch dat ik de leukste jongen van Groningen leer kennen. Maar ik ben eerst van Groningen. Dat is nog leuker dan. Dat kan me begrijpen. Hoe heet jij? Ik heet Bas. Bas, Arno, Alwin. Hoe zei je? Alwin. Ik zeg eerlijk, je hebt wel die kapseltje en zo, man. Bro, dankjewel. Ik ben vandaag naar, je weet toch, maakt niet uit. Oké, luister. Je moet gewoon serieus kijken. Je moet gewoon, zeg maar, grappige opmerkingen maken, maar dan op ze serieus. Je weet toch? Snap wat ik bedoel? Dus alles met een bijbedoeling gewoon. Hé, jongens, even rustig. We zijn nog bezig. Ik snap het. Maar jij snapt het. Ik snap het sowieso, man, bro. Hoe je het beste fixt.
Ja, dan moet ik bij jou zijn. Moet je bij mij zijn? Je rijdt lekker al. Hoe zei je? Je rijdt lekker, dus dat scheelt. Kijk, daar begint het al. Ja, daar begint het al. Dat dacht ik al. Maar kijk, als je daarna doorgaat, je gaat gewoon naar mij. Kijk. Je moet zorgen dat die meid jou achterna gaat, toch? Oh jezus, een beetje hard gas spelen. Je moet een beetje nonchalant overkomen, toch? Je moet een beetje nonchalant gewoon... Het loopt weer mis al, man. Wat gebeurt er toch altijd? Je moet wel naar haar toe gaan, maar je moet niet zeggen, oh, je bent zo mooi, oh, weet je wel. Dat doen al die boys, maar... Eens, man, wat kan je dan in plaats zeggen? Gewoon, hey, wat doe je vanavond? Gewoon ja, vragen. Maar dat is ook wel een beetje door de box, of niet? Ja, maar kijk, als ze gewoon normaal antwoord geeft, dan kan je gewoon zeggen, ja, maar kijk... Beetje interesse tonen dus. Kun je het ook op mijn manier doen. En wat is dat? Ja, dat ga je aan ik gaan. Oh, daar gaan we niks aan, maar ik kan me wel iets inbeelden. Huh? Ik kan me wel wat inbeelden. Dat inbeelden? Ik kan naar een kamertje gaan of zo, of naar je eigen kamer. Kijk, inbeelden kan altijd, maar dat ga ik niet doen. Maar uitvoeren dan. Dat gaan we zo meteen zien, maar... Godverdomme, deze man soepel, zeg. Controversiële shit, daarvoor kom je in het nieuws, bro. Jongens, like, subscribe, abonneer. Swipe omhoog! Lieve comment. Lieve comment, fuck your bitch, I'm out. Ik ga bier drinken, dus bij deze, ja, wegwezen.